Hi. Goedendag. Goedendag. Hier kan ik met 10 minuten op. Dank u wel. Wat hier eigenlijk doen, we zijn eigenlijk als sport met Dilken van hey, kom ik waterkoop naar de Noord. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voor. We hebben een groot idee gehad, nou laten we kijken van hoe doe je dat? Ja. De dorp op. De gemeente Hoogveen had eigenlijk wel iets speciaals. Nou, daar hebben we eigenlijk niet naar dit is eigenlijk een mensdekker van een grote feestbedrijf. De beheerde bouwbedrijf, overheden, kinderstelling. We bouwen de hele keten. Mm-hmm. Dus wij hebben hier luchtfaciliteiten staan, aan elkaar. We hebben hier woonbouw, woonwijkkamerbouw, dagbouw. Dus dit bestaat? Dit is bestaan. Dit is nieuwe wijk waar dit is een nieuwe wijk. Ja. Nou, we gaan twee dingen doen. We gaan nieuwe wijken op onze baan opzetten en een nieuwe keten daar staan. Mm-hmm. En hier gaan we dus een deel van deze nieuwe opzetten en een deel gaan we op dit deel opzetten. En je kan dus ook in een bestaande wijk op opzetten? Ja, en je kan de ketel vangen. Dat is het enige. Maar voor de voorbeeld is het enige wat de partijen eigenlijk hebben. Die ketel die wordt gebouwd, maar in vergelijking met het huidige ketel. Dezelfde grootte, dezelfde capaciteiten, dezelfde aansluiting, dezelfde druk, dezelfde vrijstelling aangehouden. Dat betekent dat mensen alleen maar. Nou, we hebben gewoon gezegd, nou ja, we hebben hier een plek geld voor 30.000 woningen, maar we kunnen ook een mix doen. Dus wij willen naar 30% gaan, want dan kunnen we een bestaande ketel hebben, want de ketels zijn een jaar 15 jaar. Dus dat heb je op het moment dat je dat nu weer een natuurlijk moment. Ja. Dan kan je een nieuwe ketel gaan van water, dan moet je dezelfde straat van het verhaal. Dat is een beetje het centrum dat we eigenlijk hier aan doen zijn. Maar eigenlijk hebben die twee bedrijven van gezegd, nou wij doen dat eigenlijk als een eigen organisatie. 5.000 woningen die hebben toch gekocht in die. Niet alleen technisch te kijken, ook maatschappelijk te kijken, economisch draagkracht te kijken. Nou, dus draagkracht om te doen, dat is zondag, meestal 1330 man. Ja, dat is echt, dat zijn heel erg bedacht. En het is allemaal vanaf het begin groen? Dit is groen. Wat we hier doen, eigenlijk technisch ook. We beginnen eerst even met opslag in een stukje computerbedrijf van deze kant. Ja. Die rijdt hierheen. Oh, je weet. Die vult hier. En hier ligt gewoon een normaal distributie. Ja. Mm-hmm. Dit gaat gewoon naar huis in voorzien. Maar de kosten zijn nog heel hoog. De kosten zijn hoog. Maar daar zijn de EZK en BZK over. Maar we hebben gekeken. Als we het hebben, dan zien we een prijs op 50% in de komende 2030 ongeveer. En dat betekent dus al dat je valt €2 aan. Dat is een beetje de basis van de mooi. En dat is eigenlijk. We hebben nog 5 minuten en we hebben nog een VR experience. Ja, een beetje een machine. Bedankt in ieder geval. Hebben veel succes ermee. En ja, we zijn gisteren. Allemaal in zo komen we er.